Ik merk dat het toch echt makkelijker is om in een avond je telefoon erbij te pakken in plaats van de Bijbel. Hoi, ik ben Luca. Kunnen we verder, Luca? Voordat ik al van Jood had gevolgd, zat ik vooral met vragen van hoe kan ik mijn geloof nou vormgeven? Mijn ouders hebben me christelijk opgevoed, maar wat is het geloof voor mij? Toen ik al van Jood ging doen, toen vond ik manieren hoe ik de Bijbel kon gaan lezen. Ik vond vrienden in de groep zelf. En ik denk dat dat heel waardevol is, die gesprekken die je dan tussen die personen hebt.